Yo, we staan vandaag in het bruisende Leuven en we gaan weer eens horen hoe hard geloof hier nog een rol speelt. Welke betekenis heeft geloof in uw leven? Het is leuk om iets te hebben waar je altijd naartoe kunt springen. Zeker zo, wat ik vaak doe in de nacht of zo, is bidden of iets zeggen dat je zo je hart kunt luchten en dat doet zeker wel goed. Okay. Het is ook voor mij echt elke dag wel een opstarter. Dat ik even in de Bijbel lees, ga ik er even bij stilzitten en ik doe een kort gebed. Mm-hmm. Yeah. Ik geloof vooral in het christendom, dus in de waarde van het evangelie. Mm-hmm. Dienstbaar zijn, mensen vooral kunnen helpen. Ja, geeft zin aan het leven, heeft een beetje zekerheid dat de dood niet het eind is waarschijnlijk. Okay. Op welke momenten voelt u zich het meeste verbonden met uw geloof? Put u er het meeste kracht uit? Bij sterfgevallen, dan is dat toch een steun. Ja. Goh, als ik mensen zie die tevreden zijn, ja, de naastenliefde, mm-hmm. Als iemand iets doet voor een ander. Ja. Meest verbonden zou ik zeggen alleen als ik 's avonds bijvoorbeeld in mijn bed lig, als ik dan een gebedje doe of ik praat met hem of tot hem, dan voel ik mij toch het meeste één op één. In de kerk is het natuurlijk leuk en de sfeer is beter, maar ik vind het leuk als je die één op één actie met je eigen kunt hebben en dan die reflectie met jezelf. Het meest, eigenlijk iedere dag het meest, maar als ik naar de mis ga bijvoorbeeld, als ik een probleem heb, angst ben een beetje zo, ja. Begin november is het weer Allerheiligen en Allerzielen. Herdenken we mensen die gestorven zijn. Geloven jullie dat er nog iets is na de dood? Ja, ja, daar ben ik echt heel erg van overtuigd. En wat dan? Een hemel. Mm-hmm. Ja, ik geloof ook in een hel. Okay, ja, dat zou ik liever niet doen, maar ik denk wel dat die er is. Okay. Ja. Nee. Ja. Want er komt toch niemand niet terug. Nee, daar hebben we nog niet best teleurstaan in feite. Nee. Dat is een deel van ons geloof. Maar wat er zal zijn, dat weten we niet. Bent u bang om te sterven eigenlijk? Uiteraard wel, ja. Ja. Zoals iedereen zeker. Hè. Ik weet natuurlijk dat het komt en ik leef wel graag op aarde ook. Ja. Ja. Nee, maar ik hoop dat ik nog lang mag leven. Mm-hmm. Nee, ik probeer mijn rust daarin in te vinden, ook vanuit mijn geloof. Mm-hmm. Denken jullie dat het leven voor mensen die geloven, dat het draaglijker is of dat het makkelijker is dan voor mensen die niet geloven? Ik denk het wel, hè. Ja. Ik denk het wel, daarom met uw geloven. Als je echt in gelooft, is het wel een steun. Ja, ja. Mm-hmm. Makkelijker, rustiger. Hey, het is echt een houvast. Het is, het is heel belangrijk in mijn leven en dat zou niet zonder kunnen eigenlijk. Mm-hmm. Daar ben ik heel erg van overtuigd, ja absoluut. Hè. Ik denk dikwijls zo, als je in heel zware problemen zit en je bent gelovig en je kunt daarop terugvallen, dat het een stuk gemakkelijker maakt dan voor mensen zoals ik bijvoorbeeld, die het rationeel moeten proberen op te lossen. Speelt geloof een rol in jullie leven? Bij mij eigenlijk niet en bij mijn mama ook niet, denk ik. Nee. U ook niet? Nee. Ik ben wel katholiek opgevoed, maar... Dat wel? Ja. Nee. Waarom niet? Omdat ik geen reden zie om te geloven. Mm-hmm. Okay. Waarom hebt u gekozen om niet te geloven? Heel rationeel, dat ik ben katholiek opgevoed, naar het college gegaan, zoals heel veel mensen van mijn generatie. Maar door de jaren heen, mij veel na te denken, het geloof toch laten vallen. Ja. Nooit meegekregen van thuis. Mm-hmm. Ja, ik vind religie een super relevant iets in de samenleving, maar ik heb er persoonlijk nooit echt iets mee gehad. Mm-hmm. Ja. Op welke manier zoeken jullie dan een houvast? Want geloven gaat ook wel over een houvast vinden. Hoe vind jij die? Door met mijn vrienden erover te praten. Mm-hmm. En mijn familie. Okay, dus veel steun van mensen die je kent. Ja. Mm-hmm. En bij jou? Vertrouwen in mezelf en in mijn familie enzovoort. Gewoon proberen respect te hebben voor andere mensen en ook respect terug te krijgen. Hè. Mm-hmm. Dus dat geef ik ook aan mijn kinderen door. Okay. Ik zie het leven eigenlijk iets als toeval, wat ons te beurt is gevallen, waar we gewoon het beste van moeten maken. Mm-hmm. Dat doet iedereen op zijn eigen manier. Ik denk gewoon, probeer het voor jezelf zo goed mogelijk te maken en voor zover mogelijk ook voor anderen om ons heen. Ja, ook aan de kinderen, het gezin, de vrienden, die de vreugde toch brengen dan. Okay. Ja. Binnenkort is het Allerheiligen en Allerzielen. Herdenken we weer mensen die overleden zijn. Geloven jullie dat er iets, dat er nog iets is als we doodgaan? Ik denk dat er wel iets is. Mm-hmm. Maar niet als mens. Ik hoop dat wel. Mm-hmm. Ik vind het een heel eng gedachte om zo te denken van, ik ben dood. Voor mij is er niks. Ja. Jammer genoeg. Ik weet dat niet. Ik ben daar redelijk rationeel en redelijk sec in. Ik zou dat heel tof vinden, maar dan denk ik, ik kom er wel achter als het zover is. En ik hoop dat dat toch nog zo lang mogelijk wegblijft. Dus hebt u dan ook geen schrik om te sterven later? Of? Ik ben niet bang van de dood. Ik ben wel bang om te sterven. Dat wel. De manier waarop is eigenlijk vooral hetgeen wat de rol speelt. Als dat nu gewoon in mijn slaap is, dan denk ik van, bring it on. Nee. Ik ben wel bang om mensen achter te laten, dat wel. Ja. Ja. Okay.
Ik persoonlijk vind het niet angstaanjagend. Op een bepaald moment zal het zover zijn en dan gebeurt dat. En ik ga het niet beseffen.